I'm doing my best. Oh, oh mijn god. Gewoon yes. Het officiële moment, de Nether Portal, jongens. De Nether Portal, ja. Is hier. Hij is gewoon af in 3, 2, 1. Welkom kijkers voor de nieuwe Minecraft Survival aflevering. Wat tof dat jullie allemaal weer kijken. Wat leuk dat jullie allemaal weer bij zijn. Ik vind het nice. Ik ben vandaag natuurlijk weer samen met mijn Minecraft collega Max. Ik heb geen idee waar die is. Maar die is somewhere here on the island. Nee, oh, hier is. Hello, hello. En normaal vraag ik er nooit om. Zeker niet bij Minecraft video's. Maar ik zie gewoon dat er zoveel liefde wordt gegeven op de Minecraft video's. Ze worden zo insane veel bekeken. Ik dacht van, weet je wat? Ik wil gewoon proberen met jullie om 10.000 likes op deze Minecraft video te hitten. En ik weet dat dat echt een insane amount is. Want dat haal ik niet eens op mijn Fortnite video's. Maar hoe leuk zou het zijn als we dat halen. Volgende Minecraft video zal ik wel even een screenshotje in beeld laten komen. Of nou ja, een van de volgende Minecraft video's. Want de volgende Minecraft video hebben wij waarschijnlijk al opgenomen tegen de tijd dat hij online komt. Dat verhaal zeg maar. Maar hij komt online, oké? Okay? En dan gaan we het daarin laten zien. In ieder geval, nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We zijn weer in de Minecraft-wereld. We hebben letterlijk niet gespeeld natuurlijk buiten de server om. Of buiten de opnames om. Dat doen we nooit. Dus het is nu gewoon weer tijd om... Waar is tijd voor, Max? Comments? Hey, exactly, Bruno. Het is daar om... Oh, hey, Edo. Hello. I'm not scared, you are. I know, you are scared. I'm not. Yes, I know. Laat ik even. Free Edo, inderdaad. Ik neem even science mee, maar eigenlijk wil ik helemaal niet. Nee, ik wilde helemaal geen 4 meenemen. Ik wilde gewoon 3 meenemen. Want ik ga 3 comments plaatsen vandaag op de muur. Want jullie kijkers hebben natuurlijk weer hele toffe comments achtergelaten. Het is altijd zo leuk om jullie comments te lezen. En we gaan er weer 3 uitkiezen. Of die hebben we al uitgekozen. Om hier op de muur te plaatsen. Even kijken, ik begin boven volgens mij. Hè? Ja, boven. Oh ja, kijk. Ja, nice. Wow, damn. Alright, we beginnen dus met hashtag 10 alweer. What? En gelooft of niet, Pauper Max trouwens, maar... Het is, ik kom er nu eens achter, het is aflevering 10 en ik vraag jullie om 10.000 likes. Dat was niet vooraf bedacht. Nee, zie je Max's reactie, dat bevestigt het. Ik had niet vooraf bedacht van, hé, het is aflevering 10, laten we gaan voor 10.000 likes. Maar dat maakt het nu extra mooi, toch, als we het halen. Aflevering 10, 10.000 likes, let's go for it. De eerste comment is in ieder geval van Jarno. Jarno is zijn achternaam, vond ik ook wel mooi, Klumpje. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar Jarno, die zegt in ieder geval... Normale mensen. En ik dan? Engelse mensen. What about me? Roy? Wap. En ik heb er echt lang over na moeten denken van waarom is deze comment zo funny? Want ja, oké, ik maakte er wap van in de vorige aflevering. Dat is toch gewoon what about me? Huh? Hold on. Oh, hold on. Ik heb er dus wap van gemaakt. W-A-B. Terwijl het zinnetje is what about me? Met een M op het einde. Me. Dus de meme is hier eigenlijk dat we onszelf gememd hebben, Max. Want we gingen allebei gewoon mee akkoord. Nee, we hadden het zelf gewoon niet door. Dus normale, of ja, gewoon normal Pep. En ik. Vraagteken. Engelse Pep. What, oh, dat gaat niet passen. Wacht, I-N Pep. What about... Gewoon wimpap. Gewoon opnieuw wap Engelse mensen, kijk dit. Moet je de muur missen gaan. Dan hou het ook gewoon zo. Maar ook gewoon het feit dat ik gewoon neergezet normal Pep. Dan moet hij ook zo zeggen, waar komt dat nou weer vandaan? Normal Pep. Nou ja, als je het weet, laat dan weten in de reacties, want dan kijk je gewoon de Fortnite video's, there's no other way. Maar er was dus ooit een squads video, ik leg het even heel snel uit voor de mensen die niet weten waar het over gaat. En daarin kwamen we heel veel mensen tegen, gewoon people. Dus we begonnen met, ja, gewoon heel veel people, man. Holy damn, there are a lot of people. Yep. En toen veranderde het in één keer naar Pep. Gewoon Pep, how many Pep? En toen werd onze squad, we waren met Max, Reno en Roy, werd het Rap, Dep en Map. Rap, Dep en Map. Goed, hashtag 10. We hebben natuurlijk nog een tweede comment ook en daarna nog een derde comment. Dus laat ook zeker, ik hoor Vleermuis, okay. Max, save me from these dark times. Okay. Slap met de Pep. Ja, maar I'm doing a sign. Okay, I can't slap. Yeah, oh no. Thank you. Oh no. Wat is nou te vertellen? Ik ben nu ook gewoon helemaal mijn verhaal kwijt door die pauper.
Ik zei volgens mij daarna zelfs nog een derde comment. Oh ja, want... Jullie kijkers laten elke aflevering superveel comments achter. We hebben echt... De keuze is reuze, zeggen ze dan wel eens. Dus het is nooit echt heel moeilijk voor ons om 3 leuke comments te zoeken. Dus blijf daar vooral mee doorgaan, jongens. Laat elke Minecraft video, laat je comment achter. En misschien kom je dan wel op deze Wall of Fame. Maar deze comment is in ieder geval van... Hidde en Chris. Dus die gaan er allebei op. Hidde en Chris. Ah, dat past niet. Nee, dat is een N-logotje. Een N-logo. Hidde... Ja, heb ik al geprobeerd. Heb je nog volgelezen? Nee, nog niet. Oké. Nou? Alright. Wat dan? Nou, gewoon, meestal lees je eerst voor en dan letterlijk. Ik heb even een brain fart. Hoe schrijf je no one? Zo. No one. En gewoon. No, oh, it's nobody. Letterlijk nobody. No one kun je doen. No ja, one. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. Hi Noon. No one. Of Noon. Oké, okay, niemand. Letterlijk nobody. En dan... Piece of shiteroni. Ja. Ja, we maken er wel gewoon Skeletoni van. Want dat klopt ja. Inderdaad. Als wij Skeleton tegenkomen... Ah, Skeletoni is piece of shiteroni. Ja, dat soort dingen komen er allemaal uit. We maken er allemaal oni dit, oni dat van. Macaroni, spaghetti. Knees weak, arms heavy. No, that kind of shit. Dan nog de derde comment. Hashtag 10. En deze comment die is van Poppa49. En Poppa49 die zegt... Choose your character. Roy, farmer / miner. Max, designer. Well, choose your character. Welke character zouden jullie kiezen? Laat weten in de reacties. Ik zie die meme nog wel helemaal voor me. Dat Max zo als een bewegende character staat, zeg maar. Met waarschijnlijk dan dus een snorretje en een verfdingetje in zijn handen, weet je wel. Zo van designer. En ik sta er echt met mijn pickaxe, sta ik zo als een character. Helemaal onder het dirt. Ja, 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 inderdaad. Choose wisely. Choose wisely. There you go. Okay, hold on. I'm coming. Check it. There you go. This is nice, right? Roy Farm Farms mine, designer. Choose wisely. Nice. Nice, dude. Great there time. You go. Hey, Max. Ming. Hello. Echt, oh, daar man. Hebben we ook 5000 comments over gehad. Over het paard dat wij maar geen aandacht geven. Dus Max, wil ja. Jij... De offer... Nou, het is niet eens echt een offer. Wil jij de moeite nemen om dit paard... Eventjes, oh man, nu zijn we al helemaal rude. Maar om hem even een stal te geven, een plekje waar hij kan chillen. Ja? Fijn, en anders? Ah, goed. Ja, nee, goed. Ik zou een zullen leuk, slapen? Veilig stalletje voor hem maken. Ja, is fijn. Let's sleep. Maar dan, let's sleep. I'm sleeping. Oh, you're in my bed, man. Oh, nee, niet. This is mine now. Oh, man. I claim the bed. You claim the bed. Yes. Nice, there you go. There you go. Kijk, ik ga gewoon, you know, als de paard zo sad alone yeah. Is... How about we just, you know, we just chill with nee, him. Nee, don't kill him. Oh my god. Oh man. Ik ga weer iets heel nuttigs doen waarvan je niet gaat raden wat ik ga doen. Oké. Okay. I'm and going to do the land. On my land. Ik ben altijd on the land. Take me by the hand. Exactly, on the land. Even kijken. Okay. We hebben weer heel veel carrots. Carrot. We hebben echt heel veel carrots. We hebben trouwens ook even een hoe nodig. Kan je even een hoe halen? Want er zijn best wel wat stukjes... nee. Want er zijn best wel wat stukjes land... die verpauperitis zijn. Er waarschijnlijk zombies en weet ik veel wat hier allemaal overheen heeft gelopen. Het is echt niet... Ik ben er niet geweest, hoor. Ik ben er niet geweest, hoor. Dat ik per ongeluk spring op het land of zo. That would not be me. Kijk, er zijn ook heel veel mensen commenten van... Leuk dat je denkt dat Engels lessen, maar als je geen Engels kan... We leggen het ook niet uit of zo, you know. There you go, by the way. There you go. Heb ik een hoe? Oh, thanks for the hoe, man. Thanks for the hoe. Even kijken. Ho. Hup, hup. Zo. Gast, eerlijk, ik ben wel goed bezig met dit stuk land de hele tijd. Ja, je bent wel goed bezig met land. Come het on, land man. Is ook gewoon... The land... Oh, fuck. Oh, we need to take care of the land. Because oh, someone man. Needs to take this land by the end. And that's it's always me. By the land. By the land to the farmland. I always take care of this shitty land. But it's done. Alright. Ik neem even mijn voedsel mee. Ik heb best wel wat voedsel meegenomen voor de breeding folks. Breeding folks, folks out there. You know. The breeding folks. let me take care of the folks, you know. So, I should go here to the parent room. Hello parents, how are you all doing today?
Are you having really much in to, you know, do a little magic together? I hope, because I have some great... I have some great food for you all. And you definitely want this. There you go. It's dinner time. Enjoy your get food, over guys. Here, guys. It's now, baby guanies, get over here. Oh, no. Not over here. No. Go back. There you go. There you go. Oh, man. Where are my little ones? Niet een wise move geweest als je eerst ging slachten. En no. Dan de little ones. Oh, you're goddamn right. Er staan ook echt zoveel van die pauperbeesten daar, joh, in het slachthuis. Dat is echt niet normaal. Oh, man. Oh, man. Take me by the hand, man. Maar er zijn ook echt zoveel meer die ik moest breeden, dus you know. You know. It's fine, you know. No, so, there we go. Nou, ze zijn in ieder geval weer allemaal, allemaal gebreed hierboven. De parents hebben weer een good time. Dus dan ga ik nu nog één keer eventjes naar de andere kant toe. Hello, by the way. Dat was een late reaction. Late reaction, oh shit. Hello. Hello, Kaui. Yeah, you know. Whoa! What's up? Yeah, I got a hit. Ik heb echt heel veel little ones gecaptured nu. Die kwamen in één keer allemaal aanrennen. Zo. Yeah, we're fine. Oké, dan ga ik nu nog even naar beneden, naar de varkens. Varkon. Hello, varkons. Where you at? Zo. So. Het is hard om de varkens ertussenuit te zien, zeg maar. Jesus. Yeah, I believe that. It's a busy place here, man. Oké, laat me echt even wat dieren slopen, want dit is echt niet meer normaal. Dit is niet normaal, joh. Dit is nu echt gewoon niet normaal, terwijl. Oh, man. Want die varkens moeten ook nog hun eigen hond krijgen. En je blijft ze ook maar doorbrieden, hè? Ja, yeah, of course. Of course. En gewoon niet wachten tot ze een safe house hebben of zo. You know me, right? You know me, right? I take care of the animals. Ik heb ook alle kippen weer eventjes laten breeden. Alle eitjes, moet ik die bewaren? Nee, toch? Het kan. Depends. Want waar kan je die dingen allemaal voor gebruiken? Pure chickens, right? Taart en kip. Als je ooit een taart wilt. Dat is het. Letterlijk, ja. Dat is het. That's it, basically. Een taart en een kip. Ja. My mind is blown. Alle eitjes zijn nu op. Alle beesten zijn gebreed. Everyone's tot ziens. Having a blast, you know. Everyone is happy now. Goodbye, guys. Nou, trouwens, het enige wat ik dan nog even kan doen, is de koeien die beneden nu staan. You know, why don't I? You know. Even killen? No. Oh nee, hij gaat ze ook helemaal vrienden. Nee, want je zou ze killen. I killed some. I mean, no. You know. Maar... Oké, nu blijf ik er gewoon echt even lange tijd vanaf. Eerst volgende keer ik hier kom, sloop ik alles in iedereen. Oké? Everybody dead. Ja. Want wij hebben voor deze aflevering hebben wij purpose. Max en ik hebben nagedacht van, wat willen wij nou nog doen deze aflevering? En we zijn eruit. Wij willen heel graag naar de Nether. We hebben natuurlijk diamonds gevonden, dus daar ga ik even een diamond pickaxe van maken. Daar ga ik Nether blokken mee hakken. Of Nether blokken, ik bedoel obsidian. Ga ik daarmee hakken. En ja, dan moet je even good time. Right? Yes. Ik ga het zadel pakken en ik ga het paard even in zijn honkie zetten. Ja, doe dat eens even. Do that six. Do that, baby. Dan ga ik even dit allemaal meenemen. Ladder moet hierin. De raw beef gooi ik even in de oven. You're free now, man. The horse is good? Ja, he's good. He's fine now. Oh, dat wil ik even zien. Dat wil ik even zien. Oh, nice! Oh, heel nice! Ja, dit is top, gast. Ook een goede plek, gewoon. Hallo Reno! Ik kan altijd naar Reno kijken, ik kan altijd naar jou kijken. Ja, hier, inderdaad, he's a happy man. He's a happy man. Oh, je ziet er ook gewoon goed uit, paard. Hoe gaan we hem noemen? Hoe gaan we het paard noemen? Zullen we hem Wap noemen? Wap. Gewoon Wap. Wappie. Is dit Wap? Wappie? Wappie! Dit is wel een Wappie. Oké, Wappie. Wappie. Ja, doe even een sign erbij, Wappie. Oké, okay, hold on. Met een P of met een B? Ja, ik denk dan wel met een P. Wappie. Gewoon wappie. Wappie. Hoe komen we er toch ook weer op? Wappie. Hij is gewoon een beetje wappie. Hij is gewoon wappie. Oh, trouwens, shit. Roy, you retard. Ga ik naar beneden zonder diamond pickaxe. Jezus. Ik ben helemaal
terug. Helemaal naar boven meer. Ja, en dat duurt ook zo lang, want we hebben nog geen lift. Ik ben trouwens al level 31, dus we kunnen ook even gaan enchanten. Dan moeten we eerst een obsidians hebben. Heb je obsidian nodig voor enchantment? Yes. Echt? Dan ga ik dit lopen allemaal hier. Fuck het huis. Wat een... What are you doing? Oh, wacht. This is something we discussed. We gaan uitbreiden. Ja. We gaan uitbreiden. We're fine. We gaan uitbreiden. Oké. Okay. Ik heb een diamond pickaxe gemacht. Nou. Zal ik die dan maar gewoon even meenemen, ja? Meenemen, ja. Oké. Okay. Tot ziens, ja. Tot ziens. Ik ga namelijk eventjes obsidian voor ons hakken. Hoeveel hebben we daarvan nodig? Huh? Hoeveel hebben we nodig? Ja, ik mag gewoon veel. Oh. Gewoon many. Many blocks. Many blocks. Blocks. Gewoon niet eens met een steen, gewoon. Nee, gewoon blocks. Gewoon many blocks. A lot of kobelsteen blocks. Kobelsteen. Hey, ik heb het al gelijk gevonden hoor. Ik heb. Ja, ik zweer hem hier. Oh, hier is die lava. Oh. Oh. Free obsidian for me. Oh. Oké, dat klonk heel weird. Don't ever do that again. Oh, man. But you know, I thought it was funny. I did a funny thing, man. Come on. Please do it. Haha. Oh, man. But that's, you know. Game. That's not so nice, man. Maar je hebt het wel gevonden. Ja. I'm on it, man. Great, ik weet niet of dit gaat werken, hoe ik het nu wil doen. But you know, I will try. Je wilt try, Spray. Ja, ik heb het eerste obsidian blok. Nice. Let's go! Let's do this, guys! Let's go, guys! Waarom zijn we zo retarded? Ja, I don't know, dude. Echt, we zeggen ook alles in het Engels, gewoon. Het is echt insane. Alles is zelfs Engels. Insane. We zijn echt nerds, eigenlijk. We zijn zieke nerds, gewoon. We zijn echt nerds. We hebben trouwens 10 obsidian nodig voor een nether portal, toch? 10. Nou, ik kan minimaal 1, 2, 3, 4, 6, 10, ja. Ja, toch? Ja, zie je. Heb je het goed onthouden, hè? Ja, dan heb je weer een stapje. Ja, stapje wapje. Stapje wappie. Stapje wappie. Ja, wat vindt wappie ervan? Stapje wappie. Stapje wappie. Dude, die uitbouw maakt het huis echt huge. What the hell. Ja, maar dat is alleen maar goed, want ons huis was echt te klein, gast. En onze verdiepingen werden echt too small. Als wij op die manier... ja, too small. You know? We needed more blocks. Yes, hij blux. Hij heeft een uitbreiding nodig. We hebben nu een uitbu. You know. Een uitbu. So we need a lot of blux. A lot of blux voor de uitbu. De uitbu. Wat zijn wij retarded. Oh. Echt, ook een blux, maat. Wat goud. Wat goed. Wat goed bedacht ook gewoon. Blux. Blux. Thank you. Alright, en hier is nog wat... Ja, ik heb er nu 13. Good time. Dus ik kom nu terug. Ik ga nu naar boven komen. Want ik heb dus de obsidian bij me. Die doen we dan in de special chest, denk ik. Of niet? Ja, kan. In de zeldzame kist. Hetzelfde als de glas, weet je? Omdat dat moet je allemaal op een speciale manier hakken. Deze kan alleen met de diamond pickaxe. By the way, we willen gewoon het gelijk plaatsen, toch? Ja, true. Maar flint dan moeten we wel maken. Hebben. Ja, even kijken. Kan ik flint en stone maken? Daar heb ik flint voor nodig. Flint en stone? Of wat zei nou? Dat heet toch zo? Flint en steel. Oh. Hello. Hey. Ah, dat wist ik hoor. Oh, what? Oh, damn, hello. Gast. Nice, right? Ja, dit is cool. Dit is amazing, echt heel right? Nice. Hier kan je de furnace room van maken, gast. Oh, dat is amazing. Ja, toch? Ja, ik maak ga dan hier furnace room van. Right? Sure. That's a great plan. We zijn nu ook echt in voedsel zo goed voorzien, gast. We zijn nu echt heel nice onderweg en naar een volledig niks aan mij te danken aan dat. Nou, that's all me. That's all you. Yeah. Maar, you know, jij doet dit soort zieke shit. Yes. Dus dat is jouw toegevoegde waarde op. Oh, ik heb torches in mijn inventory. Never mind. Heb ik nog flint? Nee, hebben we serieus geen flint? Echt niet? Nee? Jawel, trouwens, ik had hier, omdat ik wist niet wat ik mee moest. Waar ik dat moet stoppen. Oh, nice. Oké, daar heb ik er één van nodig, toch? Om flint en steel te maken. Ja, yes. Oké. Volgens mij is het letterlijk een blokje iron.
En een flint naast elkaar. Ja, ah, there you go. Oké. Okay. Ja. Nether portal. Waar gaan we hem doen? Ja, we kunnen hem hier doen. En dan eromheen furnaces. Ha, wat de? Doe maar in de middel dan hier. Ja, maar hij moet alleen... 3 blokken breed, toch? Nee, 2. Oh ja, oké, okay, dat kan het mooi. Hij past je niet in, dan moeten we het aanpassen. En dat gaat, kunt doen met de volgende verdieping. Zo. Dus, oh, hou. We plaatsen nu gewoon heel leem bovenop dit. Ja. Maar dan kunnen we altijd, zeg maar, erheen bouwen. Ik snap wat ik bedoel. Ja, oké. Okay. Ja, is goed. Oké, okay, laten we naar boven gaan. Bouwen. Hou bouwt in de uitbouw. Dat daar de trap komt om door te gaan naar de volgende verdieping. Ja. Ja, sure. Dat we nu gewoon even quickie spaghetti. Maar dan wel een mooie trap, niet een ladder. Kijk, dat eerste is met een ladder vond ik fatu. Vond ik grappig. Maar hier moet gewoon een brede trap komen, denk ik, right? En dan maak je deze kant helemaal een furnace hoekje. Want een furnace hoekje hoeft ook weer niet met overdreven veel furnaces te zijn. Dat gebruik ik toch niet allemaal. Nee, snap ik, wel een andere kleur hout. Ah, man. Ja, dat is de moon going down. Gewoon kijken op ons eiland hoe we gewoon zoveel progressie hebben geboekt. In zo'n korte tijd. I'm so proud, man. Ik heb wel sad nieuws. We kunnen het niet van ander hout doen, want we hebben geen ander hout. Fuck. Yeah, you got them right. Ik dacht, wat nou als je zijkanten van logs doet? En dat het gewoon een 1 breed trapje is. En dat je met die log, zeg maar, een soort van vorm erin maakt. Kijk, gelijk. Like this. Oh ja, ik dacht dat je hem 3 breed ging maken, de trap. Nee, ik doe zo en dan ga ik hier die kant op en dan gaat hij daar omhoog. Like this. En dan... Like this. En dan hier, you know? Oké, okay, ja, yeah, sure. Oké, okay, en de nether portal komt hier, right? Ja, ik zou hem gewoon in het midden... Let's do it. Dit vind ik een official moment. Oké. Okay. Oh, we hebben geen midden. Nee. Er is hier. Ja, dan doe je hem hier. Doe hem gewoon hier zo. Are you sure? Oh, sure, you know. Dan plaats je hier die 2. Hier zo, denk ik, dan dat is fijn, right? Alright. Dan help ik je hier zo op. Ja, tik. 3 ogen, hè? Ja. Oké. Okay. En dan, plaats maar. Ja, hold on, dan kan ik die bij. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Dan plaats je daar weer op. Like this. There you go. Like ja. En dan, bouw je die omhoog. One more. Oh, nee. Oh, like dan bouw je die omhoog, ja. There you go! Oké, zijn we ready? Gewoon het officiële moment, de Nether Portal, jongens. De Nether Portal, ja! Is hier? Hij is gewoon af in 3, 2, 1. Bam! Oh, damn! Amazing. Let's go! Ik wist hier ook zo blij kon worden van de Nether Portal, gast. Oh, damn! Dat wordt gewoon een great adventure. En meer reden geeft het nog, hè. Als wij nu de 10.000 likes kunnen hitten op deze video, jongens. Volgende aflevering. Beloofd, wij gaan naar de Nether. Dus alsjeblieft, hit die 10.000 likes op de video. Zou ik super leuk vinden. Ja, Flint en Steel kan ik weer terugstoppen. Want we gaan nu niet naar de Nether. Dat is wel gewoon echt iets wat we even geheim moeten houden. Ik ben heel erg benieuwd. Daar moeten we ook iets veel beter voor voorbereid zijn. Met betere tools en noem maar op. Dus ja, dat komt later. 100%. Even kijken, Flint en Steel, waar zou ik dat stoppen? Bij de overige chest. Oh ja, hey, tools. Lijkt je tool. Right. Oh, huh? Zijn ze eruit. Ja, dat is de onderste. Wait, die. How? I don't know. Oh ja, ik had hem een keer nodig, die X, omdat we geen X meer hadden. You lazy shit. Yep. Oké, okay, die obsidian heb ik in de special chest. Of nou, niet special chest. Ja, hoe ga ik dat uitleggen? De chest gewoon de gedaan. Chest, de chest for what it's meant. Ja, ja. Oh, je hebt een extra wood chest, of niet? Nee, dit is een nieuwe, want die zat hier. Oh. Waar de, zeg maar, de opening nu zit, is dat de wood chest. De wood. Okay. De wood. De wood, dat is die maar zeggen. De wood. Ik ga eens even kijken. Eerst even een nieuw zwaard maken alvast. Want ik weet dat ik die zometeen nodig ga hebben. Gast, wat lekker, hé, van die nether. I know, right? Dat we dat nu dat hebben. Ja, dat is echt top. Oké, eens even kijken of alle beesten al volgroeid zijn. Want dan ga ik eens even flink slachten. Ja, kun je het goed. Ja, man. Ze zijn het allemaal volgroeid, volgens mij. Maar, de ding is, ik kan nu dus niet voluit mappen, want die varkens staan er nog. Dus, heb jij zin om me even te assisten om nog een apart varkenshok te maken? Dan zijn we daar ook vanaf. Sure. Oké, dan moeten we, dan maken we het varkenshok. Ja, sowieso dat we dat moeten doen. Die maken we deze kant op. Ja, man. Ja, 100%. 100%. Je hebt de ID? Ja, ik heb de ID. For sure. Okay. Ik heb ook al alles bij me wat we nodig hebben, so that's good. There you go. Ik heb echt een big house inmiddels. Het is zo huge. Heb je die uitbouw van buiten gezien? Die is nog niet klaar, hoor. Maar, als in hoe big die ook al is. Wow, een keeper! Oh no. No! Hij ziet er nog niet uit, hoor. Ja, maar het is fijn.
Huh. Alright, kom hier. Don't destroy my land! Ik wil ook het. Max! Max! Dat was een close call. Dat was een close call. Oh mijn god. Jesus Christ, dude. Go. I swear it, man. Als je mijn land destroyt, hè. Oh, ik had zo mad geworden. Don't destroy my land, man. Alright, dan trek ik hem zo door, zodat alles gewoon perfect blijft. Dan die. Even kijken hoe die aan die kant is geëindigd. Oké, zo dus. Here you go. En dan gaat hier dirt in. Heb jij toevallig fences meegenomen? Ja. 10. Nice. No. Oh. Maar ik heb een crafting table meegenomen. En we moeten ook een fence gate hebben. Die moet aan deze kant komen. Die moet hier. Oh god, dus er gaan heel veel dieren ontsnappen als ik die ga plaatsen. Ja, maar dat maakt niet uit. Die slopen we toch. Want die zouden we dan ook killen. Ja, oké. Ik heb carrots bij me. Dus die carrots kan ik gebruiken om ze te lokken. Dus als jij ervoor zorgt dat dit helemaal omringd is met fences. En dat dit een fence gate wordt. Precies de middelste. Oh, deze is geen middelste. Oké, dus dit is gedaan. Dat is top. Oké, ik hou de carrots vast. Ja, hold on. Ik ga nu de gate maken. Oké, ik ga hakken in 3, 2, gelijk de gate plaatsen, hè. Gelijk de gate replace, zeg maar. Oh no! 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 Oh, no. Split! De pigs komen, Dat is het belangrijkste. Go away, guys! Dat is het belangrijkste. Oké, doe de gate maar dicht, doe de gate maar dicht. Er is nog geen gate, er is letterlijk nog geen gate. Er is gewoon nog geen gate. Go! I'm trying, man! I'm doing my best! Oh mijn god! Het is... Oh, nee. Die kraft tegen het ook snel. Ik heb echt hulp nodig met dit. Dit gaat echt niet worden. Kill ze maar gewoon. Dan verteren we het zo wel. Ja, maar... No. Oh, de varkens niet. Nee, de varkens mogen niet dood. Dat is het ding. Oh, man. Leaf! Jesus Christ. Wacht, die varkens moeten wel komen. Ja, alleen maar moet even dicht, de gate. Ja. Yeah. Er moeten wel die gate komen. Piggies. Ja! Oh, ja! Nice! Oké, maar hoe kom ik er nu uit? Oké, kom. Ja, oké, we good. Want we willen alleen even alle varkens hier gewoon hebben. Ja. Oké, hou de helft. Heb je de kerst niet onder? Ja. Oké, hou maar gewoon open, want als we hier ook heen komen, die killen we gewoon. Die hebben toch daarboven staan. Exact. Dat is fijn. Daarom. Oké, we hebben nu best wel heel veel piggies. This is nice. Dat zijn de Ja, is genoeg. Oké. Dan even die kous hier. Ja, de big ones. Goodbye, that's one. That's two. Hop, hop. Goodbye. There we go. Alright. Nice. Zitten hier nog dieren bij? Ja, hier zit nog. Ja, wat? Hoe zagen we die niet? We zijn allemaal ook echt nice. Alright, dan ga ik deze even laten breeden gelijk. Goed, by the way, deze is echt de varken op. Je zit gewoon op een. Oh! Okay. Go, do it. Oh, oké, ja, dat is niet beter. Oh, ook niet beter. Wat doe jij? Ja! Oké. Goed, dus. Ben je klaar voor de ultieme slachting? Ben ik klaar voor? Ja, met het zwaard kan je het ook gewoon doen. En this is my job, Max. I did this. I created this. Ik wil je weg dan, hold on. Hold on. Oh, je hebt een extra varken bij gedaan, Hok. That's nice. Echt? Ja. Oké, wait. Ja. Hoe komt hier een koe en een schaap? Komt hij, ja. Huh? Oh, die zijn overgestapt via de crafting table. Ja, die crafting table stond voor ons. Ze zijn er geklommen. Oh, sorry. Oké, let op. Ik ga ze allemaal killen. Do it. You ready? Yes. Ja, yeet! Wow! Die, piece of shit! Die! Go for animals! Die! Goodbye, pieces of shit! Goodbye! Oh man, dit voelt zo goed om te doen. Dude, it's amazing. Ik ben toch ook weer zo sad. Wow, gast. Dude, hoeveel vlees heb jij? Ja, insane veel waarschijnlijk. Stel nou, trouwens, dat je dit... Spare de piggies. Oh ja. Ja, oké, voor zover dat kan. Doe ik het. Oké. Oh wacht, ik pak mijn ex wel weer. Ting. Oh, dit is de survivor. Dit is de laatste survivor van de clan. Ja, kill him, man. Hij kan weer een dateje brengen dat de anderen weer overlopen en zo. Goodbye, Piggy. Oké. Wow! Gast! Hoeveel heb je? Wow! Ik heb anderhalve stack raw beef.
Jesus Christ. Ja, 23 raw mutton, 21 raw pork chop, 39 ladder, verder chicken, alles gast. Jesus Christ. Dan ik ga bij de way kijken, kid. Dit is even een is quick... deze piece of shit. Wacht, ik heb even gemist wat je zei. Hold on. Even snel, ik zeg maar, de route naar buiten is gewoon even snel. Oh, kortaan. Beter. Ja, veel beter. Ja, die dingen. Ah, gewoon, chickens. Now you chose to die. Goodbye. Heb ik nog seeds? Nee. Dat is het enige dat ik dan nu even niet kan breeden. Ah, it's starting to rain. Ik moet wel even mijn kippen ook onderhouden. Kippen zijn ook gewoon nice. Dus ik ga nog even seeds eens, halen. Zou je nog eens die gate gebruiken voor de purpose naast zelf er doorheen gaan? Wat? Wat? Die gate hier, oh. Ga je die ooit nog wel eens gebruiken naast dat je zeker. Gaat? Ja. Ik gebruik die gate om zelf doorheen te gaan, ja. Ja, maar ik heb ook daar ook zo'n ding plaatsen. Oh, zo'n carpet. Ja, doe maar. Ja, nice. Dat is handig, hè. Oké, is goed. Ja, doe dat. Jeez. Wat? Screwed up, man. Wat heb je dan? Hij screwed up, man. Wat heb je dan? Nee. No, Max, no. Max! Auw! Ik help, man. Oké, kom maar. Kom maar, boys. Kom maar terug. Nah, dit is echt niet chill. Kippen, listen up. I got some real nice food. Ik moet niet zo snel gaan, kippen zijn een beetje stupid. Oh. Maar ze gingen ook echt allemaal. Ik haal hem weg om de nieuw te plaatsen en ze gingen echt instant allemaal gewoon. Oké, komen ze? Oké. Oh, fucking stupid chickens. Oh, man. Man. Nou, plaats die fans maar, it's fine. You screwed up, you piece of shit. Ik ga nu met de varkens proberen. I will kill them all. Ja. You screwed up, you piece of shit. It's fine. Dan dit is een les naar de andere kippen dat ze niet zomaar naar de andere kant moeten gaan. Ja, jullie mogen niet ontsnappen jongens, anders gebeurt dit. Oké, maar nu moet het hiermee gebeuren. Kan je daar staan met de carrot? Dat je ze like, die kant op houdt. Ja. Alleen voor de varkens hebben we dan dus geen tech... Ja, er is er eentje escape. Ja, fuck you piece of shit. Nee. Er ligt nog niet eens een carpet op. Oh, kijk. Ja, kijk, nu hebben we gewoon die makkelijke routes. Ja. Max, je hebt hier één houtblok. Oh. Nee. I'm so triggered. Ik heb hem wel bij me toevallig, dus you're fine. Haal ik hem maar weg. There you go. Oh mijn god. Oké. Is nu alles gedaan? Even kijken. Oh, Skeletoni. Oh. Are you shooting animals, huh? Are you shooting animals? Oh. He's gone. Okay, we good. We good now. Alright, waar we dus wel over na moeten denken. Nou, ik denk dat we gewoon ons lot moeten accepteren. Verse wappie. Ik denk dat we het lot moeten accepteren dat we bij de varkens en bij de koeien. Of, bij de varkens en bij de chicken. Dat we daar gewoon rekening moeten houden dat we alles moeten slopen met axes. Ja, I guess so. Want we hebben nu gewoon voor hun losse stallen. En de schapen en de koeien kunnen nog gewoon keihard joinken hier. Of, waarom hebben we eigenlijk een apart koeien-ding? Of varkens-ding? Omdat die daaronder ook kunnen, die zijn één hoog. Oh, die zijn één hoog. Oké, makes sense. Kijk, en deze, het enige wat je ook hoeft te gebruiken is wheat, want ze pakken het allebei. Schapen en koeien. Ja, dat is heel chill. Dat is inderdaad heel chill. Dus alleen bij de varkens en bij de kippen moeten we gewoon oppassen dat je... Ja, je moet gewoon de X gebruiken. Je moet gewoon de X gebruiken en altijd moet er twee overblijven. Nou, ik zou zelfs zeggen nog meer. Ja, laten we even slapen inderdaad. Oh. Helpt dat ook voor de animals? Oh. Oh, ja. Je kan weer slapen. Maar helpt het ook voor de animals dat ze sneller groeien? Dat weet ik niet. Maar ik heb zoveel seeds. Zullen we dan de episode een beetje afsluiten met landuitbreiding? Nog grotere farm? Sure. Ik heb 35 blokken dirt bij me. Misschien heb jij ook nog wat? Ik heb Gaan we daarmee gewoon uitbreiden? Oh, nice. That's a lot. Je wilt de farm gewoon uitbreiden? Ja. Want we hebben nog te weinig wheat blijkbaar om al onze beesten te onderhouden. Alright, he's animals. Ik heb echt nog maar één blok, ik wil hem ergens plaatsen. Oké, ik heb er nog drie, dus think twice about this one. Oh, nou oké. En daar ja? It's fine. Oké, pak ik even de hoe. De hoe. Ga ik even dit hele land doen. Doe ik even dit jou geven hier, Max? Kan je in ieder geval een keer zeggen dat je aan het land hebt meegeholpen? Ja, oké. Ik heb wel één van je landdingen per ongeluk gemold, dus ik ben niet de beste farmer, maar... Welke dan? Waar? Deze hier. Oké. <Okay. laughs> Right. Zijn ze allemaal geplant? Ja, niet allemaal, want ik heb niet meer. Oh. Hey, Piggy. Ik heb... Oh my days.
Thank you. Okay. En dan nu nog even laatste job. Alles wat hier al wheat is, hakken en terugplanten voor seeds. We kunnen ook gewoon inderdaad alles omver choppen. En dan gewoon alles replanten. Hoezo? Minder moeite. Voor... Nou ja, omdat je nu natuurlijk veel spots ook openlaat die nog net niet volgroeid waren, snap je? Ja, en maar dan like... moet je zo meteen weer teruglopen. En ja, oké. Weet je nou. Moet het wel een keer gaan sorteren, wat waar is. Ja, echt wel, hè? Ik plaats het nu gewoon random. Ja, ik plaats waar ik het hak, dat plaats ik op dezelfde plek, plaats ik dat weer terug. Dus als ik een carrot hak ergens, plaats ik daar een carrot terug. Oh, jij doet gewoon hakken plaatsen, hakken plaatsen, hakken plaatsen. Ja. Damn, you're smart. Dat is letterlijk de eerste. Dit is echt zo'n... zo'n mindblown moment voor mij, dat ik echt denk van, oh ja. Dat is ook een possible. That's a possible way. Fuck, ik heb mijn inventory zit helemaal vol. We gebruiken de farm niet eens voor ons eigen eten, puur voor de animal care. Echt wel! Later eten we gewoon die animals, of course, so you know. Ja. Maar... you know. You know. Oké, okay, ik heb Die gaan we doen. Oké, dan ga ik alleen nog even alles opruimen, want ik heb veel loot. Oh, waar zijn de furnace... Oh, je hebt de furnace room al. Damn, vind jij dit nice, Ming? Nee, maar ik ga het gewoon even snel. Oh ja, oké. Ik dacht al van, this is not max. Nee, maar de buitenkant van de... dingen ziet er ook nog niet mooi uit. Uitbouwen. Maar ja, je moet de kool er ook wel weer in doen, hè, gast? Want nu zit er helemaal geen kool meer in. True. Maar ik weet niet waar ik... Of dit wel een goede furnace plek is, want het is zo nee, krap. Maar voor nou, ja, we moeten toch even nu erin doen. Ja, true. Maar dan plaats ik hem zo wat anders. Het is echt chill om gewoon te weten waar het ligt. Ja, maar echt, dat is echt heel relaxed. There you go! We hebben nu eindelijk gesorteerd. Alle items zijn gesorteerd, opgeruimd, noem maar op. We hebben de Nether portal gemaakt. Laten we daar ook gewoon afsluiten, Max. Laten we daar even heen lopen en beseffen. Ja hoor, we kunnen naar de Nether. Als we willen, kunnen we er naartoe. Ik heb daar onwijs veel zin in. Ik moet trouwens nog eventjes mijn diamond pickaxe opbergen. Zo, en dan gaan we weer terug naar boven naar de Nether portal. Want daar wil ik deze episode afsluiten. Beste kijkers, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze Minecraft Survival aflevering. Oh, Max. Oké, okay, let me do that one more time. No. Nee, Max don't. No, Max don't. Maar dat gaan we in de volgende aflevering zien. Voor nu bedankt voor het kijken. Hoop voor jullie video leuk. Wil je nog even belonen met een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn eigen kanaal voor meer. Check het kanaal van Max in de beschrijving. Zie ik je hopelijk morgen om 4:30 weer terug bij weer een nieuwe Fortnite video. En om 4:30 bij een nieuwe Minecraft video. Laters.